Kijk, YouTuber zijn is enorm zwaar. En dan heb je natuurlijk wat oudere YouTubers ertussen zitten die dan denken van weet je wat, ik skip het even, ik ga lekker op vakantie naar Aruba. En weet je, groot gelijk. Maar goed, dan blijft er maar één iemand over die die rol kan vervullen. En dat ben ik. Ja Dani jongen, ik heb jouw hulp nodig dit weekend. Zoals je kan zien is Jog op dit moment in het heerlijke Aruba. Waar hij hoopte dat het iets anders zou zijn dan in Arnhem. Ik had voordat ik hierheen ging nog gevraagd hoe de wifi hier was. Ze zeiden perfect. Maar wat blijkt, niks is minder waar. Ik kan helemaal niks. Dus Dani, om de Road to Glory CE in leven te houden, heb ik jouw hulp nodig. Vandaag spelen wij een dag lang op het account van Pasky Roken. Jullie zullen hem allemaal wel kennen. Ben je nou nog niet gesubbed op hem? Linkje zal in de beschrijving staan. Vandaag gaan we zijn Weekend League spelen. En kijken of we een objective spelen vrij kunnen spelen. Een leuke SBC kunnen doen. Iets in die richting. Maar het doel is natuurlijk om 20. Ik bedoel 15 om 0 te halen. En zoals jullie hebben kunnen horen, de delay op Aruba is te erg. Dus we moeten het gewoon vanuit het mooie Emmeloord hier in Nederland doen. Ik heb geen flauw idee wat Pasky zijn team is op dit moment. Dus ik zou zeggen, laten we dat gewoon als eerst kijken. Voordat we verder gaan met deze video, wil ik jullie eerst graag vertellen over de nieuwste en de eerste 14-inch gaming laptop van HP Omen die ik heb gekregen om te testen. Ik heb hem namelijk nu een tijdje gebruikt en niet alleen voor gamen, want hij is natuurlijk perfect voor gamen, maar ook voor andere dingen. Ik gebruik hem bijvoorbeeld ook voor school en dat komt mede door zijn gewicht. Deze laptop is namelijk maar 1,6 kilo, wat het natuurlijk heel makkelijk maakt om hem overal mee naartoe te nemen. Ik speel er ook één van mijn favoriete spellen op, namelijk, je raadt het al... Nee, het is geen FIFA, het is Fortnite. Ik speel best wel veel Fortnite. Ik speel Fortnite Ranked met een vriend van mij. En dat gaat perfect op deze laptop. Hij kan het gewoon makkelijk aan. Deze laptop heeft namelijk een Intel Core Ultra 9 processor. En een Nvidia GeForce RTX 4070 videokaart. Wat het gewoon een beest van een laptop maakt. Naast dat het gewoon een beest van een laptop is, heeft hij twee USB-poorten. De responstijd is onder 1 milliseconde. En het beeld is heerlijk met mooie kleuren door zijn OLED-display. Als je deze laptop koopt bij een van de retailers, krijg je deze erbij, de HyperX Cloud 3 Wireless Headset, wat een hele goede headset is. En het chille daarbij is dat hij gelijk gekoppeld is aan de laptop. Dus wil jij deze laptop nou hebben, koop hem dan bij een van de retailers, link in de beschrijving. Oh ja, en niet vergeten, blauw duimpje omhoog natuurlijk op deze video. En laat vooral even weten in de comments op wie's account ik dit nog meer moet doen. Als je een YouTuber in gedachten hebt, misschien een artiest of een bekende Nederlander, laat het weten. Oké, onze grote vriend Pasky heeft 310k. Oké, dat zegt in ieder geval genoeg. Dat betekent wel dat wij iets leuks kunnen kopen. Ik ga er gewoon vanuit dat ik al zijn coins uit mag geven. Dus dat ga ik ook gewoon lekker doen. En we gaan even naar zijn club. Ik zie Nakata staan. Dat vind ik een beetje gek. Maar oké, eerlijk. Voor de rest is het best wel... Jezus, 89 pace. Voor de rest is het best wel een goed team. Hij heeft Ederson. Vind ik wat minder goed. Maar goed. Saliba, Walker, Konaté. Konaté ga ik niet spelen, denk ik. Dan doe ik lekker Gomez daar. Gravenberg, die heeft een goede kaart. Sissoko, die heb ik ook op mijn eigen account gedaan. Plus de Evolution versie ervan. Hele goede kaart. Adama is altijd enorm goed tegen mij. Dus die zal vast ook voor mij best goed zijn. Nakata ga ik niet spelen, denk ik. Rashford, goede kaart. Powershot Playstyle Plus ook. Griezmann, decent. Niet super. Best wel een prima team. Hier 15 om 0 wordt lastig, maar het is zeker mogelijk. Op de bank heeft hij nog Diaby. Inform, prima. Thuram. Misschien vind ik die wel beter dan Griezmann, dat ik die ga spelen. Hij heeft nog Bonpastoor en die ga ik ook lekker spelen. Dan moeten we alleen nog even de tactieken et cetera aanpassen naar hoe ik dat wil. En dan kunnen we in principe gewoon beginnen op dit account. Trouwens ook nog wat in zijn club, dat zou lekker zijn. Hij heeft leenspelers Bellingham, oké, netjes. Shailene, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Smith. Hij heeft een hoop leenspelers die we wel die goed voor pas kunnen komen. Hij heeft Van Dijk en Salah nog. Oké, dus minimaal 8 van de potjes die we spelen hebben we echt een enorm goed team. Want deze spits, die is ook gewoon heel goed. 4-star, 4-star, goede pace, 89 shooting, financial playstyle plus. Smith is echt heel goed. Bellingham is een goede speler. En natuurlijk Gareth Bale, die ook heel goed is. A few moments later. Oké, jongens, dit is de code. Willen jullie 4-triple-2 spelen net als ik doe, dan moet je dus deze code in gaan vullen bij je tactieken. En dan staat hij gewoon meteen klaar. Oké, we zetten Griezmann even op de bank. En dan zetten we Diaby op linkercam. Weet je wat, ik ga gewoon Nakata proberen op rechtercam. Adama en Rashford in de spits. Sissoko Gravenberg, echt heel goed.
En voor de rest ziet het team er gewoon heel sterk uit. Dus ik ben wel benieuwd of hoe ver we kunnen komen. Ik zou gewoon zeggen, laten we ten eerste die Weekend League gaan spelen. Misschien is die wel gekwalificeerd. No. Dus dat moeten we even snel doen. Ik ga mijn camera uitzetten in ieder geval. Ik ga focussen. En dan, horen jullie wel hoe ik het heb gedaan. En de kwalificatie ga ik niet laten zien, want dat hadden we natuurlijk gewoon easy gehaald. Dit is het eerste team waar we tegen moeten. En we spelen gelijk met onze tegenstander. Deze Reverse Elastico stuurt hem naar een ander land. En we staan 1-0 voor. We staan zelfs 2-0 voor door een groen getimed schot van Diaby. En dat betekent ook gelijk onze eerste rage quit. En dat is lekker. Daarna, nakatakatakata, scoort de 1-0. Rashford met dat heerlijke skill moves naar Adama Traoré, die de 2-0 erin legt. En wat ik zeg, het gaat lekker. We worden echt smerig neergehaald hier. Scoren we 3-0 en dan zie ik de keeper uit zijn doel staan. Scoren we de corner in één keer. En toen was mijn tweede tegenstander er ook helemaal klaar mee. En let op dit potje, want we komen 1-0 voor en daarna gaat het enorm snel. Rashford met de powershot, natuurlijk heeft hij die powershot playstyle plus. Dus moet je er gebruik van maken ook. In de 29e minuut, let op, hebben we deze aanval. Adama Traoré, player Lockie, speedboost erlangs. 4-0. Maar mijn tegenstander blijft doorspelen en pas bij de 7-1 in de 56e minuut denkt hij van, misschien kan ik niet meer winnen. Laat ik weggaan. Maar daar stopt het niet bij, dus we pakken door met deze heerlijke player lock op Marcus Rashford. Staan we 1-0 voor. Maar dit was wel onze eerste decent tegenstander waar we tegen speelden. We komen gelukkig wel alsnog 2-0 voor. Maar daar is dan ook eindelijk de eerste tegengoal van deze Weekend League. Dat maakt niet uit, want vanaf de kick-off scoren wij de 3-1. En in de 77e minuut scoren we zelfs nog de 4-1. En in de 90e minuut, wederom iemand het bos ingestuurd, scoren we nog de 5-1. Die winst is in ieder geval binnen. De eerste niet rage quit van dit weekend. Maar dat is niet erg. We pakken door in deze wedstrijd en we komen 1-0 achter. Dus dit was de eerste wedstrijd dat het tijd was voor onze super subs. Namelijk deze Jelien met haar finesse shot playstyle plus. En die is gruwelijk zoals je kunt zien. En dan een heerlijke aanval. We pasen Bill en krijgen een penalty. Ik weet niet meer voor en dan gebeurt het. En als zelfs de rood getimede penalties erin gaat, dan kan het haast niet meer fout gaan. We scoren ook de 3-1. Adama stuurt voor de verandering iemand het bos in. En door deze fout van de tegenstander scoor ik ook nog de 5-1. En hij rage quit natuurlijk. En zo zitten we alweer op 1/3 van deze Weekend League. En die rage quit sessie, die willen we gewoon doorpakken. We doen een fake player lock in deze pot. En we vinden uiteindelijk Nakata die de 1-0 scoort. En uiteindelijk staan we 4-2 voor. En natuurlijk weer met een player lock scoren we de 5-2. Hij klikt op pauze, hij rage quit. En dat betekent dat wij alweer 6-0 gaan. In de volgende pot komen we tegen een Nederlander. Hij scoort de 1-0 met Sissoko. Maar daar zijn wij niet van gediend. We scoren deze hele lelijke kick-off glitch met Adama Traoré. Hartstikke lekker. 23e minuut. Powershot. Marcus Rashford. En in de 27e minuut scoren we al de 3-1. Hij klikt ook op pauze. En hij liep ook. Dan voor de verandering stuurt Adama nog maar even iemand het bos in. En uiteindelijk ook in deze pot. Je kan het zien aan de score. Staan we 4-0 voor. Powershotje weer voor de 5-0. Hij klikt op pauze. En hij liefde ook. En zo zitten we al over de helft van deze Weekend League. In de volgende pot doet hij een buitenspelval. Waardoor ik 1-0 voor kan komen. En natuurlijk weer Rashford met de player lock. Die Adama Rashford samenwerking daar in de aanval. Die bevalt me wel. We komen 3-0 voor. En hij liefde. Dat betekent dat we 9-0 gaan. Nog één potje. En dan gaan we alweer 10-0 als we hem winnen. Maar we komen 1-0 achter. Gelukkig hebben wij Gareth Bale en Shaylin ingebracht. Waardoor wij op gelijke stand kunnen komen. 1-1. Maar in de 57e minuut door een lelijke rebound scoort hij de 2-1. Maar goed, vanaf de kick-off scoor ik 2-2. En het gaat nog even door. Het is echt een flipperkast dit potje. Hij scoort de 3-2 vanaf de aftrap. Dit afstandsschot met Gareth Bale in de kruising voor de 3-3. En in de verlenging maak ik hem gewoon helemaal kapot. Komen 5-3 voor. En in de laatste seconde scoort hij nog de 5-4. Maar dat maakt allemaal niet meer uit, want we winnen deze wedstrijd. En gaan 10-0. En dit houdt natuurlijk in dat wij nog maar 5 potten moeten winnen voor rang 1, 15-0. Maar de tegenstanders beginnen wel echt een stuk beter te worden. Ook in dit potje komen we op gelijke stand. Maar je kent het in de tussentijd. Een kick-off glitch. Marcus Rashford staat daar. Die scoort hem natuurlijk in de 33e minuut. En in de 77e minuut komen wij weer met Marcus Rashford. Dat denk je, het is beslist. Maar vanaf de aftrap rent hij door me heen. En geeft hij een diepe bal. Doet hij echt een heerlijke finish. Maar
Daar blijft het gelukkig bij. 3-2, 11-0. En dan komen we tegen deze gast die echt enorm goed was. 54ste minuut. Marcus Rashford voor de 1-0. En ja, niet heel goed verdedigd. Hij schiet korte hoek, schiet hij hem erin en kijk naar dit. 90ste minuut. Als ik Rashford hier inpaas, win ik hem. Besluit ik niet te doen, maar ik time hem rood. De hele hoek lag open en daarna deze kans. Als ik die allebei groen time, dan win ik hem. Maar ik time ze dus allebei niet groen. Hij scoort een vrije trap in de 190e minuut. Krijgen we echt een enorme kans. Hij haalt me neer, krijgt de rode kaart. Time een corner nog groen, maar het mocht niet zo zijn. We verliezen deze punt. Wat een kutspel. Maar goed, we moeten doorpakken voor rank 2. En die pot daarna wonnen we. Dus dit is de laatste pot voor 13 winsten. En we doen dit. We maken hem even kapot. We winnen deze pot 4-2. En dat betekent dat rang 1 binnen is. De laatste pot geven we weg. Want daar hebben we natuurlijk niks aan. 13 om 1 dus in totaal gegaan. En dat betekent dat we de rang 2 rewards kunnen openen. Jawel jongens, rang 2 is gehaald. Ik ben er niet tevreden mee, als ik heel eerlijk ben. Die pot die ik verloor is gewoon mijn eigen fout. Alleen in de 90ste minuut mis ik 2 kansen. Die als ik ze groen had getimed, ze gewoon hadden gezeten. En dan had ik hoogstwaarschijnlijk wel 15 om 0 gehaald. Maar goed, rang 2 met een Road to Glory team is niet slecht. 2 team op de weak packs. Ja, het zijn best wel oké packs. Kan gewoon wat leuks in zitten. Natuurlijk is Trailblazers team 2 uit. Dus daar zit Vinicius Junior in. Als we dat kunnen krijgen, dan zou het al helemaal lekker zijn. Maar we gaan het in ieder geval meemaken. We krijgen 2 keer een 84 keer 10. We krijgen een 88 keer 2 untradable. We krijgen dus 2 team op de weak packs. Een 82 keer 25 en een base hero pack. Laten we beginnen met die team of the week packs. Ik weet niet eens wie er in de team of the week zitten. Maar het zal vast wel weer slecht zijn. We krijgen Gwyn en die andere twee die niks waard zijn. 85 in de eerste. Oké. Kunnen we mee leven. Die is letterlijk 14k of zo waard. En in de tweede zit wederom geen walkout. Wie is het dan wel? Jordi Alba. Nou ja, misschien is die nog wat waard. Ik denk het niet. Maar goed. 2 keer 84, 88 keer 2. Laten we de 88 keer 2 gaan openen. Geen special card helaas. Het is een vrouw. Laat het dan even een goede vrouw zijn. Misschien Smith. Geen Katoto graag. Maar ik ben bang dat het wel Katoto is. Want ik ken niemand anders die walkout is. Spits, Frans en Renard. Dat is een hele slechte pack. Dan gaan we door naar de 82 keer 25. Kom op. En het is een trailblazer. Het is geen Fini. Want het, hij is iets te dik voor Fini. Een centerback. Van de League 1. Wie is dit dan? Ik weet oprecht niet wie allemaal zo'n kaart hebben. We hebben ook nog 90 rated Harry Kane. Dat is ook niet slecht. En daarachter zit nog Akbadou. 85 rated. Oké stats. Maar niet beter dan wat er nu al in zijn team staat. Harry Kane, Endler, wat nog meer. Niks. Maar hier moet het eigenlijk in gebeuren. De 2 keer 84 keer 10. Kom op, geef me daar een vette trailblazer uit. We krijgen geen trailblazer. Wat krijgen we wel? Het lijkt op Lionel Messi. Het is geen Lionel Messi. Dit is Lewandowski. Die is 89 rated. Oké. Is niet slecht, denk ik. Manjan erachter, dat is wel slecht. Dat betekent dat er niet heel veel hoge kaarten in zitten. Lewandowski is 88 zelfs. Walker zit erin. Ik weet niet hoeveel Walker nog waard is. Lewandowski is in ieder geval niet veel waard. Wat is Manjan waard? Ook niet veel. Wat is Walker waard? Die is nog 25k waard. Oké. 80k of zo uit deze pack. Is niet heel slecht. Is ook niet heel goed. Maar we hebben er nog één. Kom op. 84 keer 10. Het is wederom geen trailblazer. Dit is Bernardo Silva, denk ik. Nee, Ødegaard. Oké, ze lijken allemaal op elkaar. 89 rated, dat betekent geen banger zoals Mbappé, Bellingham, Haaland, Van Dijk, bladibladibla, noem maar op. We krijgen hem erachter 86, dat is ook best wel slecht. En voor de rest, Coman en helemaal niks eigenlijk. Maar goed, we hebben nog een base hero pack. En als jullie mijn video vorige week hebben gezien, dan weten jullie dat ik voor een kijker Matuidi had. En dat zou zijn team wel redelijk verbeteren. Natuurlijk zijn we op zoek naar Ginola, Touré, dat soort kaarten. Laten we hem gewoon openen. Wie is dit? Lijkt een klein mannetje. Rechts, mid, Frans, Julie, denk ik. Is dat goed? Ik denk het niet. Er zijn natuurlijk ook gewoon een heleboel slechte heroes. Hij is 86. Hij heeft ook echt een hele slechte kaart. Dat is niet lekker. Ja, hij heeft gewoon echt een kutkaart. 60k waard, inderdaad. Niks waard. Ja, klote rewards. En dat is eigenlijk de reden dat ik natuurlijk
gewoon 15-0 wilde halen. En daar baal ik van. Oké, okay, voordat we deze video afsluiten, heb ik nog de Road to the Knockout en Total Rush Pack klaargezet. Die gaan we nog even openen. Geef ons in ieder geval een walkout. Kom op. Het is een walkout. Wie is dit dan? Spits. Oekraïne Serie A. Wie is dat? Dovbyk. Denk ik. Dat moet haast wel. Hoe hoog is die dan? 86. Is dat goed? Nee, ik denk het niet. Oké, nou ja, dat was hem eigenlijk, jongens. Ik weet niet zo goed wat ik nog meer op zijn account kan doen. Moet ik nou jouw account upgraden? Laat het vooral achter in de comments waarom jij dat moet zijn. En wie weet kies ik jou de volgende keer om je account te upgraden voor een onbepaalde tijd. Pasky, bedankt dat ik even op je account mocht spelen. Fijne vakantie nog. Jongens, nogmaals, volg je Pasky nog niet? Linkje zal in de beschrijving staan. Doe even dat blauwe duimpje omhoog op deze video. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan en dan mis jij helemaal niks. En dan hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.